Melvin Gordon. Hey, welkom allemaal. Fijne vrijdagmiddag, de 23ste van februari. Een heugelijke dag, want mijn oude man is jarig. Mijn vader viert zijn verjaardag uiteraard in Spanje. Dus van harte proficiat, pa. Fijn dat je de 81ste er ook natuurlijk bent. Welkom allemaal bij deze nieuwe LinkedIn Live over de NADA Insights. Ik zie dat het al lekker druk is, al met 50 deelnemers al op LinkedIn. Leuk dat jullie er allemaal zijn. En voor degenen die het leuk vinden, laat even zien wie je bent, waar je zit, zodat we ook een interactieve LinkedIn live van kunnen maken. Dan kunnen we er allemaal van genieten. Wat gaan we vandaag eigenlijk allemaal doen? Nou, we gaan eigenlijk beginnen met de NADA Insights, van wat hebben we daar eigenlijk allemaal gedaan in Las Vegas, wat is er opgevallen en wat hebben de andere deelnemers die er waren meegenomen naar Nederland om als zodanig de online automotive, als ik het over online mag hebben, natuurlijk beter te maken. Dus voor degenen die er zijn, laat even zien wie je bent en waar je zit. Dan maakt het ook allemaal wat interactiever. Maarten is er ook al, groeten uit Braschaat, maar dat doet hij dan privé. Natuurlijk, Maarten, leuk dat jij er bent. Over de NADA Insights 2024 in Las Vegas. Een van de dingen vanuit Las Vegas is eigenlijk van op het moment dat je tegen mensen zegt, ik ga naar een conferentie naar Las Vegas, dan hebben ze er een bepaald beeld bij. En dat beeld is eigenlijk dat de conferentie secundair is en dat Las Vegas primair is. En het is eigenlijk, als je voor de eerste keer naar een conferentie gaat als deze, is het de meest lastigste plaats om uit te leggen dat je naar Las Vegas gaat. Maar, ik ben er nu denk ik 12, 13 keer geweest in Las Vegas bij verschillende conferenties. Het is de hoofdstad voor dit soort conferenties. Het is namelijk, alles is centraal en alles is eigenlijk op zo'n loopafstand dat het ook makkelijk te doen is. En wat leuk was, is dat er ook dit jaar een hele grote groep Nederlanders aanwezig waren. En dank je wel voor een man zoals Johan Lammers, die de moeite wil nemen om zo'n reis te organiseren. Want het is namelijk ontzettend veel werk om dit goed te kunnen doen. En ik heb bijvoorbeeld alleen maar een etentje georganiseerd. En als je al ziet hoe druk je daarmee kan zijn, dan is dat wel benoemenswaardig wat Johan doet met zo'n grote groep Nederlanders. Wij gaan zelf altijd op onszelf, hè, de groep van DCDW. Ik had dit keer 4 mensen bij me. Gerard Franke van Lycée Store. Natuurlijk Gerben en Stephanie en mijn vrouw, die gaat altijd mee. En we gaan altijd op dinsdag, als het op donderdag begint, want dan kunnen we namelijk woensdag acclimatiseren. En die dag heb je eigenlijk ook wel nodig, ongeacht ik na 4, 5 dagen nog steeds om 4 uur 's nachts wakker ben. Maar die dag kun je ook gebruiken voor leuke dingen. En we hebben die dag met een aantal collega's uit de automotive zijn we naar de Grand Canyon gereden. Het was ongeveer 2,5 uur rijden. Het was rechtsaf 50 kilometer, rechtdoor rijden, linksaf 50 kilometer. En je was er met hele leuke Ford Mustangs. Een draak van een auto om in te rijden, maar ontzettend leuk om in te rijden. En het leuke daarvan is dat je wisselt met mensen die met je meegaan, die in de auto zitten. Je hebt goede gesprekken en dat maakt het ook allemaal ontzettend leuk. Het is werk, maar het is ook ontzettend leuk. Ik mag het ook daarom heel graag doen. Aan de andere kant hebben we met een aantal collega's, ook met een mannetje of 15, zijn we naar Hell's Kitchen geweest.
En dat heb ik georganiseerd, in die zin georganiseerd. Ik heb gereserveerd. En reserveren in Las Vegas betekent eigenlijk dat je 4 weken van tevoren een contract moet ondertekenen. Dat je voor $185 moet tekenen per persoon, zonder drank, zonder belasting, zonder tip. En de tip is dan eigenlijk 24% minimaal. En dat je na 2,5 uur moet opzouten. Daar gaat het eigenlijk een beetje over. Maar het was ontzettend leuk, gezellig. En we hebben hele leuke gesprekken met elkaar gehad. En dat hebben we de volgende dag eigenlijk ook gedaan met het Holland Huis. En met het Holland Huis, dat ging vorig jaar eigenlijk een beetje mis in Dallas. Dus Johan en ik hebben het nu anders aangepakt. Johan heeft de locatie geregeld. En we hebben daar partners bij gezocht. Hè? Uiteraard Marktplaats, maar natuurlijk ook Rhino Events, you name it. DCDW en Automotive Media Ventions hebben ervoor gezorgd dat alle Nederlanders eigenlijk ook een huis ver van huis hadden. En het was ontzettend leuk en gezellig. En ik denk dat alle partners daarin zich rot hebben geschrokken wat een borrelhapje kost in deze zaal. Om deze zaal te mogen huren. En het stelde echt niks voor. Borrelhapjes waren lekker. Maar of ik daar nou $4500 alleen voor over had, nee. Maar goed, het is wat het is. Wat het voor mij altijd leuk maakt, is namelijk het contact met ook de Amerikanen. En de eerste keer dat ik naar Las Vegas of naar de Nare ben geweest, was het eigenlijk zo dat ik met Clem Dikman meeging. En Clem was een hele goede host voor mij. Die zorgde eigenlijk alleen maar voor een goed ticket en een goed hotel. En voor de rest zei hij, zoek het zelf maar uit. En dat betekent dat je veel op pad gaat en ook met mensen in contact komt. En waaronder andere deze heren op de foto, die vrij klein uitgevallen zijn, want hun staan op een stoel en ik sta gewoon. Maar sommigen van u herkennen Michael Cirillo, de host van de allergrootste business-to-business podcast in automotive, de Dealer Playbook en Troy Spring aan de linkerkant. En die staan inderdaad op stoelen. Maar goed, dat zijn de leuke dingen, vind ik dan wel, van zo'n NADA. Aan de andere kant gaat het om de workshops. En daar gaat het eigenlijk ook alleen om. En tenminste, althans voor mij. En daarom neem ik eigenlijk ook Gerben mee. Ik neem Stephanie mee. Want namelijk, dan kunnen we met z'n drieën allemaal verschillende workshops doen. En dan hebben we in totaal 15 tot 20 workshops gevolgd. En de beste workshop was eigenlijk die van Jason Rice. Nou ben ik wel vooroordeeld, want ik kende hem al. Ik ken zijn data, ik ken zijn workshop. En daarom hebben we hem ook uitgenodigd voor de DCDW op 16 en 17 april. Maar Jason Rice had daar ook een presentatie over de doorlooptijd van auto's. Hoe snel moet je nou auto's verkopen? Nou, het antwoord is natuurlijk heel snel, zo snel mogelijk. Met een rentepercentage van 1% denk je, nou ja, het zal wel. Ik ga voor rendement per transactie. Maar met een rente van 6, 7, 8% nu, wat ik heb gezien en wat ik zelf ook ervaar met de Experience Store en met de Lige Store, moeten we ervoor zorgen dat we binnen 30 dagen kunnen verkopen. En hoe doe je dat nou? Nou, en ik was in deze presentatie samen met een aantal collega's ook. En wat Jason eigenlijk zegt is, die haalt data die wij ook in Nederland hebben met indicaten onder andere. Die haalt data en die legt het gewoon anders uit. En dat maakt het gewoon ontzettend leuk om mee te maken. Hij heeft prijsbuckets of eigenlijk buckets van doorlooptijden van 0, van 15, van 16 tot 30, van 31 tot 45. Dus 2 wekelijkse buckets. En wat hij eigenlijk laat zien is, zeg maar, op het moment dat je bijvoorbeeld 40 auto's hebt staan in de bucket van 16 tot 30 dagen, 40 auto's, en je verkoopt er 10 en dat is je stramien, dan heb je over 30 dagen heb je 30 auto's die boven de 60 dagen komen. Dus hij legt hele andere punten neer, zeg maar, waarin je voorraad ze eigenlijk zou moeten of willen en kunnen bekijken. En ook zo hier, en ik denk dat de mensen die bijvoorbeeld LEF gebruiken ook kunnen zien dat op het moment dat je een lead krijgt op een auto X, en sommige auto's zijn namelijk populairder als de andere, dan krijg je daar meer leads op. Maar heel veel dealers, bijvoorbeeld een Polo, hebben een Polo. Een zwarte, krijgen er heel veel leads op. Die wordt dan heel snel verkocht. Maar dan heb je 14, 15 leads over op een polo. Terwijl je misschien ook witte polo's hebt, rode polo's hebt, groene polo's hebt. En het is jammer om daar geen gebruik van te maken. En Jason noemt dat switch leads.
Je hebt heel veel switchleads die je kan overzetten op een andere auto. En dat is ook wel iets waarvan ik denk van ja, hij heeft natuurlijk gelijk. Het is een open deur, maar daar gaat wel iets om. En hij pakte een voorbeeld van een willekeurige grote dealer al daar. En van alle leads die hij had, waren 77% van de leads in staat om te switchen naar een ander vergelijkbare auto binnen de voorraad van die dealer. Fenomenaal vond ik het om dat mee te maken. En dan zie je hier ook een aantal voorbeelden daarvan. Hij heeft een boek geschreven daarover. Ik heb het boek al 3 keer gelezen. En ik snapte het eigenlijk nog steeds niet. En dat kan natuurlijk aan mij liggen. Maar toen hij die presentatie hield, werd het voor mij wel ontzettend duidelijk. Nou, wil je meer weten natuurlijk over Jason en over de content en over de manier waarop hij zeg maar voorraad bekijkt en hoe je de doorlooptijd van je voorraad kan versnellen. En laten we eerlijk zijn, dat is tegenwoordig wel de kern. Kom dan op 16 april in Antwerpen en 17 april in Almere. Deelname is gratis voor alle medewerkers van dealers, autobedrijven, leasemaatschappijen en importeurs. Mede mogelijk gemaakt natuurlijk door onze partners. Nou, we hadden natuurlijk, wat ik al zei, heel veel gasten mee uit Nederland. 40, 45 tal Nederlandse ondernemers. Dat ging van mensen die in dealerland zitten, importeursland zitten, universele land zitten. En het is natuurlijk ook heel veel toeleveranciers. En de eerste die ik even wil vragen wat zijn ervaringen is Rolf Westgeest. En Rolf zit een weekendje buiten de deur in Vught als Brabander. Dat noemt hij tegenwoordig vakantie. En Rolf, leuk dat je er bent. Dankjewel, Paul. Dankjewel. Ik weet dat jij altijd naar Spanje afreist. Hè? Voor jou was het 2400 kilometer, toch? Jawel, maar volgens mij ben jij geboren in Brabant, hè? Ja, dat klopt, ja. Voor mij is het 124 kilometer nu. Nee, maar ik ben geboren in Spanje, dus uiteindelijk ga je altijd terug naar de bron, hè? In die ja, zin. Dus precies. Hebben wij dan ook maar weer. Hey, Rolf. Wat ik wil vragen. Ik heb je vorig jaar bijna gedwongen om eens een keer naar de NADA te gaan. Hè? Want na eigenlijk 10 jaar aandringen. Na 10 jaar. Eigenlijk ontweek je het altijd van ik weet alles al beter, dus ik hoef daar niet heen. Maar toen ging je dan toch maar. En nu ben je wel. Nu vind je het wel leuk. Ja, nee, ik ben echt helemaal om. En ik ben je nog steeds enorm dankbaar. Buiten het feit dat je ook een hoop daar doet. Een hoop mensen kent. Een hoop mensen verbindt. Hè, vanuit Amerika naar de Nederlanders toe. Je schudt daar meer handen dan bij de Nationale Autocongres in Leusden. Ja. Maar dan in Amerika. En dan zijn het er 15.000. Hè, dat zijn het er niet 450. Hey, joh, geen spijt. En volgend jaar New Orleans. En ik kan je nu al beloven dat ik weer ga. Want weet je, het is niet alleen de pet die je opzet vanuit Amerika om eens te kijken naar een Europa. Ja. Hè, een klein land. En dan is Nederland eigenlijk al helemaal een dorp. En hoe ze in Amerika kunnen ondernemen, auto's verkopen, online zaken uitvoeren, is natuurlijk vele malen groter. Het land is veel maar groter, de markt is groter. Maar dat maakt het ook dat ze veel meer durven, veel meer doen. En toch kun je er altijd heel goede ideeën uithalen. En ik vind dat echt de professionele automotive beurs voor dealers, maar ook voor toeleveranciers. Dus inderdaad een aanrader voor iedereen die in dit vak actief is, om daar eens naartoe te gaan. Maar goed, als je dan zeg maar nu naar een dealer toe gaat, hè, maandag, dinsdag, en die zegt van joh Rolf, je bent in dat Las Vegas geweest. Van wat voor tip heb je nou voor mij? Ja, nou, ik had op LinkedIn ook een aantal tips gedeeld hoor, maar ik zal er een paar proberen te noemen. Leuk dat je het vraagt. Hè? Nee. De eerste presentatie was de Final Vehicle Shopping Rule. Ik weet niet of we daarbij, en dat is een workshop inderdaad, daar hebben een aantal workshops bij gezeten. En dat is dat de verkoper en online precies de prijs, de aankoopprijs, maar ook de maandprijs moet vertellen wat het echt werkelijk is. Dus niet met verborgen addertjes, met kosten, met dingen. Dat zie je natuurlijk ook een beetje in Nederland, zie je ook in Europa. Maar ze slaan in Amerika helemaal door. En de NADA wil daar echt ook wat aan doen. Hè. Die proberen dat tegen te houden. Je moet als verkoper gewoon per... Stel dat je 100 mensen per maand in de showroom hebt, dan moet je 100 dossiers bijhouden van welke prijzen je hebt genoemd en of die prijzen precies kloppen bij die auto en bij die koper. Want als je een maandfinanciering hebt, dan kan de ene 300 betalen, maar voor de ander is het 400. Nou ja, en wat ik daar na een uur dacht, is een Van Mossel, hè, als dealerholding, een Lauwman, kan dit organiseren. IT-technisch, verkopen technisch, opleiding technisch.
Maar een papa en mama bedrijf is dit eigenlijk niet meer te doen. Als ze daar komen controleren na een jaar, je moet dan in de winkel gaan vragen van, goh, je hebt 10 mensen gesproken eergisteren en de dag ervoor. Heb je het allemaal goed bijgehouden? Kan ik je dossier oproepen als autoriteit financiële markten? Nou, je hebt het. Dus wat we daarmee... Kijk, als we nou eens beginnen om het CRM, het DMS goed in te vullen met alle logboeken die je hebt gedaan, dan ben je al 50% verder. Ja. Maar goed, dat doen we al niet. Aan de andere kant, je merkt hier ook, zeg maar, dat is een puur Amerikaans fenomeen. En dat hebben wij dan gelukkig niet. Aan de andere kant heb je heel veel workshops waarin privacy geen rol speelt in Amerika, waarbij wij wel weer te maken hebben. Heb je daar ook nog iets gezien waarvan je denkt van, ja, heel simpel, dat kunnen we heel makkelijk in Nederland gebruiken? Ja, nou, kijk, ik denk dat het niet heel simpel, heel makkelijk is. Maar ze boden daar ook bijvoorbeeld een kluis aan, waarin je dus encrypted data kopers van auto's uit kon wisselen naar precies de juiste partijen. En weet je, zullen hier ook SaaS-platformen van komen. Ja. Maar het betekent nogal, weet je, we zitten in een professioneringsslag. Dealers worden groter, papa en mama bedrijven verdwijnen. En nou, ik zie dat zag je ook echt in Amerika gebeuren. En daar zullen we de komende jaren nog meer... Een ander punt wat ik opvallend vond, is bij een parts Revolution Parts Workshop, dat nog maar 10 of 20% van de dealers online auto-onderdelen en parts verkoopt. Dus een markt van $20 miljard in Amerika. Yeah. 80% is aftermarket. Hè? Dat zijn eigenlijk de Force en de LKQ, zeg maar, die daar spullen online verkopen. En de originele onderdelen maken daar maar 10 of 15% onderdeel van. En daarin zie je dus wel beweging dat de dealers hier iets in kunnen doen. En ik denk ook nog steeds hier in Europa dat dat een enorme kans is. Als derde, vond ik ook wel een hele interessante, ik zat met Gerard ten Buren van de BOVAG bij die presentatie Nada Live, is dat ze per kopersgroep eigenlijk, dus meer dan 50% van de Amerikanen in 2030 is niet meer origineel Amerikaans, maar is Afro-American, Aziatisch en Spanish, zeg maar, Latino's. Nou, origineel Amerikanen, je snapt wat ik bedoel. Maar er zijn de Aziaten, op nummer 1 staat Tesla met 200.000 auto's. Dus en de Afro-Americans en de Latino's kopen dus Toyota en Honda. Terwijl je weet ook Ford en Chevrolet. Snap je? Dus even om aan te geven dat ze ook tegen de dealers zeiden van, joh, je hebt allemaal mensen in showroom, je denkt allemaal Toyota of Ford of bepaalde auto's te willen verkopen aan de mensen waar wij altijd van denken, daar verkoop je het aan. Maar denk eens na, als je met een Aziatisch publiek, en bijvoorbeeld Tesla, als je naar het EV-markt kijkt, als je daar wordt gescoord, moet je natuurlijk ook wel iets anders. Het is niet zo dat je daar een Thaise keuken naast een koffiezetapparaat moet zetten. Nee. Maar het gaat er wel om hoe ze daar met data en publiek en ook de nieuwe markten, bijvoorbeeld EV en Tesla, je aan het denken zetten van, goh, dat zijn dingen waar ik eigenlijk niet bij stilsta. Dat per half uur pak je allemaal dat soort dingen op. Nou ja, wat ik wel leuk vind, normaal gesproken heb je het allemaal over generaties. Die generatie komt eraan, de IZ, whatever. Ja. En die heeft diep prioriteit, of die vindt dat fijn. Daar hebben ze op basis van afkomst, in die zin. Ja. Dan past misschien een donut bij het koffiezetapparaat niet meer. Andere kant... Ja. Nou, met Stephanie had ik het erover, jouw Stephanie om even zo te zeggen. Ze hadden ook naar vrouwen gekeken, met premium merken. Daar de helft van de vrouwen koopt bijna een hele dure auto, zeg maar, als ze auto's kopen. Ja. Dat zijn gewoon, dat is ook niet meer een clubje van een paar werkende huisdames met Tupperware bakjes. Het is gewoon echt premium, maar die kijken heel anders naar die auto. Die kijken anders naar modellen, die kijken anders naar een verkoopshowroom, naar verkopers. En als ze dus goed behandeld worden, kun je daar heel veel geld mee verdienen. Dat is dan de boodschap. Maar vaak is het standaard marketing, standaard verkoop, gericht op de man, op de auto en hoe wij daar als mannen ook in denken. Ja, en daar mis je dus dan toch een markt of je laat je kansen liggen. Ja. Zeker. Hey Rolf, dankjewel. Jij kan verder met je heerlijke weekend met je familie. Dankjewel voor je komst al hier. En natuurlijk zien we jullie graag natuurlijk in New Orleans. Nou, voor degenen die meekijken, er kijken maar liefst op dit moment 70 mensen live mee. Hartstikke leuk. Laat even iets van je horen. Wie ben je? Wat doe je? Wat vind je ervan? Heb je een vraag aan een van onze gasten? Dan graag. En dan ga ik zo meteen over naar Robert Adlerhof, de directeur van You Name It. Die was met twee mensen al daar aanwezig.
En ik weet dat Robert 2 of 4 jaar geleden ook is meegeweest naar Las Vegas. Dus ik denk dat hij gewoon liever naar Las Vegas gaat dan naar Dallas of naar New Orleans. Dus Hugo, als je Robert... ja, daar is hij. Robert, leuk dat je er bent. Dank dat ik erbij mag zijn, Paul. En volgend jaar New Orleans trouwens, hoor. Dus Dallas had andere redenen. Oké. Nou, mijn eerste prangende vraag is van schrok jij ook van de borrel? Maar jij noemde ook al Hell's Kitchen. En onze groep is ook nog uit eten geweest voor 385 pp. Dus ik denk niet dat je van de prijzen moet schrikken. Voor mij zat ons ontbijt ook voor die twee personen. Ik had inderdaad Michiel Bosch bij, maar ook niet onder de 80 euro per ochtendje. Dus ook dat is Vegas, hè? Nou, je moet het uitschakelen. Je moet het echt uitschakelen. Aan de andere kant... Ik heb niet naar de bond gekeken, heel bewust. Dus ik heb... Ik heb alleen gekeken naar het eindresultaat en op de knop gedrukt. Dus het is wat het is. Maar de andere kant is, wij waren daar bij een BMW-dealer. Ja. En daar zijn we op bezoek geweest, onderdeel van Autodesjes. En daar ging het op een gegeven moment over van, joh, wat krijgen nou daar salesmanagers betaald? Ja. Michiel die maakte daar een hele mooie opmerking, waardoor dat we hem eigenlijk uit de tent lokten. Want hij vroeg dat aan ons. Wat krijgt dan een salesmanager bij jullie? Zei Michiel, nou, een derde van bij jullie. Oh, dus die krijgt een ton, zei hij. Ja. Dus die krijgen jullie 3 ton. Ja. Toen hadden we het daar later even met elkaar over, eigenlijk zo in de groep. Ja. 3 ton, als je kijkt naar wat de prijzen daar zijn, hier klinkt dat als veel geld. Maar daar is dat natuurlijk prima. Nee, nodig om te leven. Neem me helemaal eens, maar sta er ook weer niet versteld van dat een salesmanager in Texas ook gewoon 3 ton mee naar huis kan nemen. Ook een ton, als hij minder functioneert of een minder groot deel heeft. Bij diezelfde BMW-dealer zat 25 man verkooppersoneel in Las Vegas. En die bureaus stonden er ook echt. En toen zeiden we, joh, hoe werkt dit dan? Zeiden die allemaal provisiebasis. Dus als je niet verkoopt, heb je ook geen geld. Verkoop je, dan heb je geld. Dat is hoe het werkt daar in Vegas en in Amerika. Nou ja. Het is dan wel een harde wereld op dat punt. Hey, aan de andere kant, jij kan natuurlijk met een bepaalde mindset heen. Naar de workshop kijkend, maar zeker ook op de expo-vloer kijkend. Ja, absoluut. En dan kun je naar collega-concurrenten zoals een DriveCentric. Maar ook naar een nieuwe reus, een Tekion. Zijn je dingen opgevallen waarvan je zegt, nou, wij zijn helemaal wat ik voor mezelf vind eigenlijk, we lopen helemaal niet zoveel achter op dat soort vlakken. Of heb je ook nog andere dingen gezien waarvan je zegt, nou, daar kunnen we nog wel een tandje in bijschakelen? Nou, het is een beetje wat je zegt. Dus je ziet heel veel vlakken waarvan je ziet dat wij gelijk lopen en of voorlopen. Hè? Mm-hmm. Alleen, kijk, je ziet wel dat alles daar op schaal gaat. Dus alles heeft een omvang. Hè? Op die tweede dag liep er 23.000 man over die expo, hè, vanuit Automotive. Dat is natuurlijk wel van all over the world, maar even qua concept, daar loopt 23.000 man. Er zijn ongeveer 12 voetbalvelden aan expo. Dus alles gaat op schaal. Dus even antwoord op jouw vraag. Als jij daar 30% van de markt hebt als CRM-leverancier, ik heb er eentje gesproken, 30% van de markt. Daar hebben zij 400 man in dienst. Dus alles gaat op een andere schaal. Je moet realistisch zijn als je CRM-leverancier bent in... Nou, net ging het even over de provincie Nederland. En je hebt 30% van de markt. Dan moet je echt wel over je levensvatbaarheid gaan nadenken naar de toekomst toe. In de schaal waarin ook Nederland zich beweegt. Dus alles gaat op schaal. Wat ik heel mooi vond aan Tekion, daar noem je natuurlijk wel eentje. Die hebben ook een paar centen opgehaald natuurlijk in een paar investeringsrondes. Ze hebben wat ze heel clean gedaan hebben, ze een heel, heel clean DMS neergezet. Mm-hmm. En zijn dat nu naar CRM toe aan het uitbreiden. En daar zaten hele mooie elementen in. Ik vond zelf in het DriveCentric, daar heb ik een demo van gezien. Die vond ik zelf nog sterker aan de CRM-zijde. En met name de AI-implementaties die erin zaten, waren echt sterk. Wat ze bijvoorbeeld heel mooi hadden, wat ik hier in Nederland nog niet gezien heb, wat ik echt sterk vond, is dat je feitelijk tegen die software aan kon praten. Dus jouw klantcommunicatie, die kon je opstarten door tegen die software aan te praten. En eigenlijk te zeggen van, nou, deze klant, ga hem benaderen. Hij moet uitgenodigd worden om in de showroom te komen. En doe hem op voor de inruil. En dan werd dat volledig geautomatiseerd, werd die klantcommunicatie opgezet. Werd die klant gebeld.
En kwam eigenlijk die afspraak tot stand. Zonder dat je daar als mens verder heel veel aan hoeft te doen. En dat zorgt natuurlijk aan de ene kant een stukje ontlasting. Aan de andere kant ook een stukje uniformiteit in je communicatie. Die ziet er gelijk netjes uit. Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen, als je echt kijkt over de toepasbaarheid, dan is het vooral in de demo was het heel erg mooi. Dus je zag iedereen in die demo ook even kijken wat gebeurt hier. Maar ja, het zijn wel weer die kleine foefjes die je natuurlijk op schaal gewoon mooi toe kan passen. Dus ik moet zeggen, dat vond ik interessant. Als ik zelf kijk voor de NADA even in de volle breedte, dan zijn er voor mij eigenlijk ook, dat werd net door Rolf gezegd, jij hebt Rolf achter zijn broek aangezeten om naartoe te gaan. Dat heb je voor 2020 mij ook een paar keer gedaan. Ja. Daar ben ik ook blij mee dat je dat gedaan hebt. Ik ben ook blij dat ik geweest ben. Ik vind vooral die schaal en de trots van die automotive, wat ze daar uitstralen, dat blijft mij fascineren. Als je ook die openingssessie kijkt, het is geniaal wat ze daar neer weten te zetten. En een trots die we in Nederland op die manier niet kennen. Nou ja, misschien als je nu van Mossel kijkt in Waalwijk, dan zie je ook die trots. Hè? Een stukje over historie, een stukje over nu, over het hier en nu. Maar zeker ook naar de toekomst kijken. Nou, datzelfde zie je op de NADA. Maar dat zie je verder in ons land en ook in de landen om ons heen toch heel weinig. En nou ja, dat vind ik wel fascinerend. Ik vind zeg maar van een van de redenen dat ik heel graag weer dealer wilde worden. Dus niet op zich in Brommobielen hoor, dat was omdat er niks anders was. Maar is zeg maar van als je daar bent, zeg maar, dan is autoverkoper of de autodealer zijn helemaal geen vies woord. He, je verkoopt gewoon mobiliteit en je verkoopt gewoon vrijheid. Ja. En dat kwam heel, heel goed tot uitdrukking in die Time of the Time Dealer of the Year. He, dat zij ook gewoon zei, de winnaar, ben ik de naam even kwijt. Ik weet hem, maar in ieder geval uit Florida. Maar ik heb haar boek gelezen, weet je wel. En dat is een fascinerend boek over zeg maar, mobiliteit en de dealer in het, en de functie van de dealer. En dat brengen ze wel heel mooi naar voren. Ja. Andere vraag aan jou. Hè? Van nu hebben we over de expo-vloer gehad. 22.000 mensen op zo'n expo. Heb je ook een workshop gedaan waarvan je zegt, ja, die is me toch wel echt bijgebleven? Nou, jij noemde net bij mij ook gelijk de expo. En dat blijft mij het meeste bij. Daar haal ik het meeste op. De workshop zaten hele goede workshops tussen. Maar ik hoorde ook wel een aantal Nederlanders zeggen, het was dit jaar misschien iets minder sterk, of we zijn misschien al een beetje verwend door alles wat ook jij natuurlijk in de loop van de jaren naar Nederland toe hebt gehaald. Ja. Ik kijk zelf altijd naar die workshop en ik weet, dat was in 2020 niet anders. Elke workshop pik je iets uit. Ja. Elke workshop, en het kan soms een heel klein één zinnetje zijn, twee zinnetjes, iets waarvan je zegt, ja, dat is mooi en dat is slim. Ja. Wat ik zelf heel sterk vond, en dat kwam natuurlijk ook een beetje bij die John Taffer, die in de openings, die kerel van Bar Rescue, die natuurlijk op een gegeven moment zei, en dat vond ik een hele sterke zin, die me ook bijgebleven is, van, joh, je managt geen proces, maar je managt reactions. Hè? Dus je zorgt ervoor, alles wat jij doet, moet gericht zijn op een positieve reactie vanuit die klant, waarin je ook met elkaar eigenlijk een goede communicatie opzet. Dat vond ik een hele mooie, van je managed reactions. En datzelfde kwam een beetje terug bij een andere. Joe St. John was dat volgens mij. Ja. Van, joh, als het gaat over je verkoopleiders, dat zijn vaak, dat is iets wat we best wel weten, maar je wordt er weer even met de neus op de feiten gedrukt. Verkoopleiders zijn heel vaak de beste verkopers. Ja. En hij zegt, die goede verkopers en die beste verkopers zijn heel vaak goed in het maken van die goede connectie met de klant. Ja. Maar er kwam er een heel mooi stukje over de werking van de brein. Als jij te veel spullen in die brein gaat stoppen, dus Excel sheets, en die moet te veel keuzes maken, dan gaat op een gegeven moment gewoon je flexibiliteit gaat uit je brein. Ja. Dus zorg ervoor dat je nou je allerbeste verkopers niet volstopt met bakken met werk en allerlei beslissingen die je moet nemen, maar zorg dat je feitelijk die verkoper gewoon zijn echte werk laat doen en dat is die connectie met de klant. Ook een hele mooie takeaway waar ik zelf wel enthousiast over was. Dat zijn die kleine dingen. Je weet het wel, maar je wordt even nog een keer met de neus op de feiten gedrukt. Maar wat vond jij van die John St. John? Want dat was wel een spreker en ik ken hem al een paar jaar. Ik heb hem al eens een keer in de podcast gehad om ook eens een keer naar Nederland te halen. Want absoluut. De presentatie was fenomenaal. Ja, gewoon energie. En dat is natuurlijk wel waarvoor je ook een beetje naar Amerika toe gaat. Natuurlijk wil je de inhoud goed hebben, maar het is ook die energie. Dat is natuurlijk met zo'n John Taffer hetzelfde. Hij zegt een paar goede zinnen. Maar de energie die ze uitstralen,
Hetzelfde wat hij op een gegeven moment zei, van, doe je ergens nou 4 maanden over, doe je die 4 weken over, of doe je die 4 dagen, of regel je het gewoon in 4 uur, omdat je nu die beslissing durft te nemen. Ja, dat zijn natuurlijk van die inspiratielessen, misschien open deuren, maar daar kun je wel weer wat mee. Nee. Dus ik vond hem absoluut heel goed. En hij stond natuurlijk al eerst op de live stage en daarna zijn we dus naar zijn presentatie gegaan. Ik vond dat een van de betere overigens. Wij hebben iets van 13, 14 workshops gevolgd. En dit vond ik een van de sterkere, met name ook vanuit de energie die hij geeft en ook wel de inhoud die daarbij hoort. Maar, ja. Ik vind hem heel, heel sterk, alleen waar hij nu werkt is qua bedrijf is een hele lastige mix te maken om naar Nederland te halen. Maar alleen qua presentatie zou het prima kunnen. Ja, hè? Dus vandaar. Nou Robert, dankjewel voor je input. Dankjewel natuurlijk voor namens iedereen ook het mogelijk maken van het huis in het van thuis in Las Vegas. Van het Hollandhuis. Dankjewel daarvoor. En dan gaan we zo meteen weer verder met een andere deelnemer van de NADA. En dat is namelijk Rico van der Vies van Automotive Media Ventures. Oftewel Autotrek Gaspedaal, maar dat mag ik vaak niet zeggen. Ik moet Automotive Media Ventures zeggen. Van Rico. Rico, leuk dat je er bent. Dankjewel Paul, dankjewel. En ook voor jou de vraag van, jij spreekt maandag een dealer. En die zegt, hartstikke leuk dat je naar Las Vegas bent geweest. Maar wat heb je meegenomen, Rico? Nou, kijk, voor mij was het de eerste keer. Hè? Dus ondanks dat ik al 17 jaar mag rondhobbelen in deze branche, is het me pas één keer gelukt om naar een NADA te gaan. Ja. En wat mij heel erg is bijgebleven is hoe serieus men daar in elke sessie zat. Dus of het nou de opening was, of algemeen, of een workshop, of mensen zaten aantekeningen te maken, zaten echt geconcentreerd te luisteren, waren ook met elkaar aan het discussiëren van, joh, hoe doe jij dit nou? En dat is toch een bepaalde instelling die ik in Nederland maar weinig zie. En daarmee zeg ik niet dat er in Nederland dat er niet opgelet wordt, maar het dropen daar echt wel vanaf. De leergierigheid was heel hoog. En dat is me heel erg bijgebleven. Ik denk, ja, deze dames en heren die willen echt mee en die willen echt door. Maar is dat ook een beetje, zeg maar, het effect van op het moment dat je als dealer, als verkoper, als manager, als general sales manager in Amerika ergens werkt? Je moet altijd vliegen naar Las Vegas. Je moet een hotel hebben, een vliegticket. De ticket van de NADA kost alleen al $900, geloof ik. Oftewel, de investering is vrij hoog, dat je ook niet zomaar Pietje en Klaasje stuurt, maar dat iemand wel ook ervoor moet gaan om iets op te halen. Eens. Maar dat betekent nog niet dat iemand er dan zo in hoeft te zitten. En dat doen ze wel. En ook allemaal, zeg maar. Dus ik heb wel eens momenten gehad dat ik om me heen zat te kijken, omdat de sessie inhoudelijk voor mijn vakgebied wat minder interessant was. Ja. Maar dan zat ik letterlijk om me heen te kijken. En iedereen, er zat niemand in zijn telefoon of weet je wel, het was echt full commitment. En dat, misschien heb je wel gelijk hoor. Misschien komt dat door de investering. Maar desondanks vond ik het wel indrukwekkend. Ja. Hey, aan de andere kant heb je natuurlijk ook op de expo vloer gelopen en zag je de megalomale stands van cars.com, van autotrader.com, maar zag je ook eigenlijk een hele straat van bedrijven die binnen hun brand vallen. Iets wat we in Europa eigenlijk nog weinig zien. Heeft dat bij jou ook een zaadje geplant van als Automotive Media Ventures zouden we ook wat breder moeten gaan in plaats van alleen maar portalen te verzamelen, ook de winkels van deze wereld waarmee jullie al zijn begonnen, nog meer eigenlijk dat te intensiveren? 100%. Vooral bij cars.com zagen we dat. Dus daar, en dat is natuurlijk echt by far de grootste. En als je dan vervolgens ziet wat zij de afgelopen jaren additioneel hebben toegevoegd aan hun portefeuille, dat hoeven ze niet te doen, maar toch doen ze het. Hè? Dus een soort van, ook daar weer de bereidheid om vooruit te willen, willen blijven investeren, ondanks dat ze er eigenlijk heel warmpjes bij zitten. Mm-hmm. Ja, dat vond ik ook zeker inspirerend. Ik moet zeggen, Cox Automotive, dat is een imperium. Ik denk dat het enige juiste woord is. Ja. Autotrader en die anderen die ze hebben, dat maakte niet een progressieve indruk. Dat was niet echt, dat vond ik wel echt heel traditioneel hoe dat overkwam. Maar ze hoeven volgens mij ook niet zo, heb ik de indruk.
Nee. Hey, en die hebben natuurlijk ook, Cars.com en Cox Automotive hebben ook twee hele grote bedrijven overgenomen die websites bouwen voor de Amerikaanse dealers. Grote dealerplatformen, zeg maar zoals hier PowerCrowd en dergelijke. Die trekken dat echt naar zich toe. Is dat ook zeg maar een beeld wat je in Europa zou kunnen zien dat, dus niet per se in Nederland of in België hoor, maar zeg maar in Engeland of in Duitsland of in Frankrijk of wat dan ook, dat de portalen ook zeg maar naar de dealerplatformen gaan kijken, dealerwebsites. En overigens, ik denk dat Amerikaanse dealers veel van Europese websites kunnen leren qua cleanheid. Hè, want het zijn allemaal drukke websites, maar zie je daar de beweging ook nog in gebeuren? Ja, in het buitenland zeker. Om de simpele redenen dat de portals daar de advertenties al hebben. Hè? Dus die hebben als die zijn, vaak zijn buitenlandse portalen ook VMS'en. Hè? Dus dat is eigenlijk in één. Hè? Dus in België zie je dat ook met Autoscout, dat daar en de Belgische dealers voeren daar hun auto's op. En hebben eigenlijk geen separaat VMS. Dus het is daar heel logisch dat een portal uiteindelijk ook doorgroeit naar een soort website leverancier. Mm-hmm. Sterker nog, dat is in Nederland natuurlijk ook zo geweest. Hè? Autotrek heeft dat in het verleden gedaan. Wij hebben er inmiddels 6 jaar geleden heel bewust voor gekozen om daarmee te stoppen. Hè? Omdat dat niet onze core business is en ons eigenlijk op onze focus vanaf haalt. Plus dat de Nederlandse markt is dusdanig goed, competitief en gespecialiseerd. Dat er VMS'en zijn die het opvoeren van auto's veel beter kunnen dan dat wij dat kunnen. Ja. En dat er ook inderdaad bedrijven zijn als PowerCloud, als you name it, die dat ook weer veel beter die website kunnen leveren aan autobedrijven dan dat wij dat zouden kunnen. Dus in het buitenland ja, in Nederland zie ik het niet meer gebeuren. Zijn er ook nog zaken waarvan je zegt op de expo-vloer of op zo'n workshop dat je een product of een service hebt gezien waarvan je denkt van, goh, waarom is dat nog niet in Europa? Heel eerlijk, nee. Nee. Ik heb geen gouden ei gevonden, zeg maar. Ik denk van, dit is hem, deze moet mee naar Nederland. Nee, dat niet. Nee, maar dan heb ik een beetje hetzelfde. Hè? Van eigenlijk, we hebben jarenlang gezegd dat ze voorop lopen en ze lopen nou absoluut niet voorop. Misschien in sommige schalen, omdat ze nou eenmaal waar wij €100 kunnen vragen aan een dealer, kunnen hun $1000 vragen aan een dealer in de maand. Waardoor je meer programmeurs kan aannemen en ook meer dingen kan doen. Hè? Zo simpel is het nou ook weer. Maar doordat hun geen privacy hebben, zijn ze heel erg makkelijk in het marketen van bepaalde zaken die wij niet kunnen, waardoor wij eigenlijk veel innovatiever moeten worden. Hè, in die zin. Dus dat viel mij altijd wel op. Aan de andere kant, hè, nu waren jullie ook al nog eerder dan ons, zeg maar, in Amerika. Jullie hebben er ook een soort team uitje van gemaakt om nader tot elkaar te komen, of hebben jullie gewoon een goede paar meetings gehad van hoe je 2024 gaat aanpakken? Beide. Nee, het punt was dat, kijk, je vliegt op kosten van de zaak, vlieg je naar de andere kant van de wereld. Zeker. En heel eerlijk, voor 2,5 dag beurs hè, of congres, wij vonden dat toch wat moeilijk te verantwoorden. En zowel intern als extern. Dus we zeggen, joh, laten we dan ook gelijk, zeg maar, het teambuilding aspect er gelijk aan vastknopen. Ja. En dan doen we dat gewoon in één keer. En dan spreiden we die kosten wat meer. Dus dat was het. En laat je heel eerlijk zijn, het is prachtige natuur daar. En we zijn richting Utah gereden. Hè? We waren natuurlijk 2 dagen eerder. We zijn naar Bryce Canyon geweest en naar een Zion National Park. Ja. En dat vind je gewoon nergens anders. En we hebben inderdaad wel het nuttige met het aangename gecombineerd. Zeker. Ja. Ja. En als je nou dus kijkt hè, naar volgend jaar, zou je dealers, autobedrijven, importeurs, leasemaatschappijen willen aanraden om 1 of 2 mensen toch af te vaardigen om te kijken van, goh, wat is er nog meer? Ja, want het is niet alleen maar de inhoud die prikkelt. Hè? Het is ook de attitude, de omgeving, zeker Las Vegas. Ik heb jou laatst nog een videootje gestuurd. Alleen Las Vegas is al een economie op zich. Hè? Dat zijn eigenlijk maar 2 bedrijven die daar de diensten uitmaken. En er is maar 1 vastgoedbedrijf die al het onderliggende vastgoed heeft. Ja, dat doet iets met prijzen. Nou, daar hebben we het al net, hè? Daar heb je het net al over gehad. Over wat de borrel heeft gekost en dergelijke. Dat is fascinerend. Dus puur vanuit een soort van, maak wel economisch denken. Zou ik daar zeker een keer heen gaan. Ja. Ja, leuk man. Hey, en aan de andere kant, hè, ook naar jou natuurlijk, hè, naar Automotive Media Ventures. Dank voor het organiseren, mede-organiseren natuurlijk van het Holland Huis.
Ik denk dat alle deelnemers daar een fantastische 2,5 uur met elkaar hebben meegemaakt. Ik zag zelf Leo Fransen met een oranje shirt binnenkomen. Om het maar even te benadrukken van waar we vandaan komen. Hartstikke leuk. Als je nu hebt over het algemene, is er dan iets waarvan je zegt van, dat viel me eigenlijk wel tegen? Sowieso de prijzen. Die viel me heel erg tegen. Ja. Ik heb een sessie bijgewoond van Google. Google for Cars. Dat vond ik echt zwak verhaal. Je hebt natuurlijk Apple met Apple CarPlay. En die hebben dan naast het infotainment gedeelte, nemen ze ook het hele dashboard over. Ja. Ja, en eigenlijk kwam Google een beetje met een MeToo verhaal. Ze durfden daar zelfs te stellen dat omdat die auto's dan waren voorzien van Android Auto. En ze geüpdate zouden blijven worden, dat daarmee ook de restwaarde van die auto's substantieel hoger zou blijven. Nou, ik vond dat wel wat. Dat ik denk van, tuurlijk, dit soort dingen spelen wel mee in de restwaarde, maar substantieel, wow, dat is toch wel een beetje zelfoverschatting, denk ik. Maar goed, aan de andere kant, die sessie daarvoor hadden we de minister van, volgens mij verkeer- en waterstaatachtige equivalent. Ja. En dat vond ik ook wel weer kicken, dat er gewoon echt een iemand hooguit de politiek daar is. En eigenlijk daar gewoon namens de branche ook staat uit te leggen wat ze doen om de Amerikaanse autobranche te helpen. Dus hoe helpen wij jullie nu ten opzichte van de Chinese invasie, noem ik het maar even. En dat vond ik ook wel weer fascinerend. Ik denk zo, dat is wel, ze hebben ook wel een goede rugdekking daar, die Amerikaanse dealers. Dat vond ik ook wel gaaf. Eens, maar wat je zei over Google, dat is me al jaren een doorn in de oog. En ik heb natuurlijk helemaal niks te zeggen, maar alleen Facebook, alleen Meta en Google kunnen daar presentaties geven die nergens over gaan en alleen over hunzelf gaan. Voor de rest mag niemand naar de nul een wat voor pitch dan ook of wat voor bedrijf push je dan ook, alleen hun twee. En het zijn de meest zwakke presentaties, workshops die er zijn. Het gaat gewoon inderdaad helemaal nergens over. Rico, dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel voor je gesprek hier al daar. Natuurlijk voor jullie commitment om samen met ons de online automotive beter te maken door het sponsoren van het Hollandhuis. Dank je daarvoor. En voordat we naar Jeroen Boeven gaan, dankjewel Rico. Ik vind het ontzettend leuk dat we zoveel kijkers gewoon live nog steeds hebben. Ruim 60 mensen. Dus voor de mensen die, wees niet bescheiden. Laat zien wie je bent, wat je bent. Heb je vragen? Laat het ons weten. Want dan kunnen we je meenemen. We hebben in ieder geval nog twee gasten in de Green Room. Dat is Jeroen Boeven en Maarten Bekkers. Maar we beginnen met Jeroen Boeven, helemaal uit Manchester. Met zijn premium kaart is hij al daar gekomen. Dat is een geintje tussen mij, tussen Jeroen en ik. Jeroen, leuk dat je er bent. Ja, dank je. Leuk om te zijn. Ja, zeker. En ook voor jou natuurlijk dank voor het sponsoren van het Hollandhuis. Ik hoop dat je ook niet bent geschrokken van de rekening. Wij allemaal hoor, maar goed. Ik heb je nog gebeld inderdaad, om even te checken of het klopte. Ja. Maar de volgende keer vragen we Maarten er ook bij en nog een paar mensen. Ja, precies. Dan dempen we de kosten nog weer een beetje. Dus dat gaat wel goed, in die zin. Hey, Jeroen, voor jou ook de vraag. Van joh, je hebt maandag, dinsdag een gesprek met een dealer. En die zegt, Jeroen, hartstikke leuk dat je naar Las Vegas bent geweest. Maar wat heb ik eraan? Nou, ik vond, wat mij vooral opviel is dat we eigenlijk in Nederland of aan deze kant van de Grote Plas eigenlijk helemaal niet achterlopen. Het is eigenlijk inderdaad gaat het daar over dezelfde dingen. En wat er denk ik een bevestiging is dat wat onze gezamenlijke klanten eraan hebben, is dat we goed bezig zijn in de combinatie van digitalisering. En dat viel me vooral op, hè, als je kijkt naar workshops. Alles ging natuurlijk heel erg over AI en digitalisering onder andere, maar ook over klantbeleving. Dus en ik denk dat die twee hand in hand gaan. Dus dat aan de ene kant je moet digitaliseren wat gedigitaliseerd kan worden met zaken als chat, CallRip, alle producten. Maar aan de andere kant die beleving en de aandacht voor de klant daarmee eigenlijk nog sterker kan worden. Mm-hmm. En daarmee ook dus, laten we zeggen, de verhouding als je dat nog breder trekt tussen offline en online.
vaker over spreken, dat die heel belangrijk is en de balans ertussen ook. Nou ja, vond je ook niet opvallend, hè? Dat de afgelopen jaren ging het alleen maar over online. En de expo is voornamelijk online met online softwareoplossingen en dergelijke. Maar dat er heel veel workshops en presentaties toch ook wel weer gingen over het belang van de showroom en alles wat erbij komt. En hoe je de showroom vol kreeg. Ja, daar ging het heel erg over. Dus inderdaad, een hoop wordt natuurlijk digitaal opgelost. Maar als die klant helemaal in de showroom is, hoe ga je dan met zo'n klant om? Hoe richt je je processen daarop in? En wat doe je nou echt om die klant de verwachting te overtreffen en de beleving optimaal te maken? Daar ging het met name, als je het echt een beetje uitkleedt, maar ging het daar met name om. Want jullie zijn natuurlijk bekend voor jullie VIP-events. Nou hebben jullie daar natuurlijk een aantal softwareoplossingen daarbij. Maar ik vond het fascinerend dat ik toch heel veel workshops had, zeg maar, waarbij de marketing niet meer was gericht op het verkrijgen van de leads, maar op het verkrijgen van afspraken in de winkel. Ja. En dat de lead eigenlijk niet meer zo relevant was. Want laten we eerlijk zijn, iemand die een formulier instuurt om informatie te krijgen, heeft de informatie sowieso niet gehad. Online, nee. Nee. Dus daar zit al een fout in de customer journey, op zich. Ja, dat klopt. Hey, en als je dan dus kijkt naar de workshops en naar de expo-vloer, waar zit voor jou dan de meeste waarde? In die zin, zit dat nou zeg maar in het bezoeken van die workshops in de hoop dat je een goede hebt? Of zit het toch ook te kijken naar al die leveranciers om te kijken of er ideeën zijn, richtingen zijn waarvan je zegt, ja, daar kan ik wel wat mee. Nou, voor mij zat de waarde in de reis eigenlijk in drie dingen. Dat is inderdaad die expo, om te kijken naar producten waar we ook aan deze kant wat mee kunnen. Mm-hmm. Aan de andere kant inderdaad workshops voor de kennis. En inderdaad is dat eigenlijk dat het daar ook vooral gaat over digitalisering, klantbeleving, EV's en Chinese merken onder andere. Hè. Dus eigenlijk de dingen waar we hier ook mee te maken hebben. En de contacten. Dus wat je al zei, we zijn natuurlijk met een redelijk grote delegatie van Nederland. Mensen vanuit dealers of vanuit importeurs, vanuit andere toeleveranciers. Dus de contacten, daar ging het ook met name om. Puur inderdaad kijken naar die verdeling. Producten was voor ons ook wel belangrijk. Ik was met drie Engelse collega's en in Engeland resellen we eigenlijk ook Coldrip en AutoChat. Mm-hmm. Ja. Dus, in die samenstelling waar we kijken van wat past daar nog meer bij wellicht. Ja. En aan de andere kant voor in Europa ook. Hè. Ik bedoel, Coldrip en AutoChat zijn natuurlijk producten, tenminste die in de Benelux al gedekt zijn, maar qua verkoopkanalen. Dus wat kunnen we inderdaad om ons productenaanbod en serviceaanbod te verbreden, ook aan deze kant, wat kunnen we dan daaraan toevoegen? Dus dat was een van de belangrijke speerpunten. Nou, twee was inderdaad kennis en nieuwe dingen uit de workshop. En vooral intensiveren van de bestaande contacten. Ja, en het leggen van nieuwe. En dat is daarvoor was het een waardevolle trip in ieder geval. Maar dan kan ik me voorstellen hè, dat een manager bij jou in Manchester zegt van joh, Jeroen, hè, de investering in zo'n trip is 5.000-6.000 euro in totaliteit. Met ticket en alles wat erbij komt. Is er ook een ROI? En dan kun je zeggen, ja, die ROI is er niet gelijk. Maar het kan ook zo zijn dat je zomaar aan tafel met een goede persoon aan tafel zit te praten, waar uiteindelijk toch wel wat gaat gebeuren. En ik heb vernomen, zonder namen te hoeven noemen hoor, dat dan toch gebeurt. Hè? En dat gebeurt dan heel natuurlijk bij Hell's Kitchen in dit geval, zeg maar, dat er dan toch wat ontstaat. Ja, natuurlijk. En wat ik al zei, er zijn mensen waar je al contact mee hebt, die ken je. Maar als je toch inderdaad in Las Vegas zit en aan een etentje of in een Ford Mustang Cabrio naar de Grand Canyon rijdt, dan heb je toch andere gesprekken dan dat je aan een bureau met een kopje koffie zit. Dus dat worden andere contacten. Nieuwe contacten, om daar weer een vervolg mee af te spreken, gaat ook vaak wat makkelijker als je elkaar op die andere manier kent. Dus wat dat betreft is dat, je kan er geen nummer op, geen getal op plakken, maar het is waardevol. En daarbij was het nog zo dat met de drie collega's uit Engeland geldt dat natuurlijk ook. Hè. Dus we hebben natuurlijk met name omdat ik vanuit Nederland opereer en zij in Engeland zitten, hebben we natuurlijk wel via Teams contact en één keer in de maand spreken we elkaar in de maandelijkse meeting.
Maar ja, goed, om zo 4-5 dagen samen op te trekken, is ook voor die teambuilding natuurlijk heel erg goed. Nou ja, samen eten, samen slapen, samen ontbijten en dergelijke, al dat soort dingen. Natuurlijk in aparte slaapkamers. Niet al, je kunt het zeggen. Ja, nee. Maar ik bedoel, maar dat geeft toch een bepaalde band, weet je. Want dat heb ik natuurlijk met Gerben, met Stephanie en met Gerard ook, weet je wel. Je ontbijt met elkaar. En Maarten was ook met ons. Ja. Weet je, je praat ook over de normale dingen, de familiedingen en dergelijke. En dat maakt het allemaal gewoon veel meer persoonlijker. En het is ook mooi dat je zakelijke vrienden kunt hebben. En ook qua contacten, als je kijkt naar wat hebben onze klanten daar nou aan, is dat als je inderdaad zoals met jullie of met Maarten of met andere partijen inderdaad eens wat verder praat over van allerlei dingen, dan kom je ook tot de ontdekking dat er soms ook wel integraties mogelijk zijn in producten die, zoals AutoChat op events of Coldrip op events, verzin maar wat. Wat uiteindelijk voor de klant natuurlijk ook een krachtiger product oplevert. Nou ja, als je exact snapt wat het product van een ander doet, kun je de ander ook zeg maar op de juiste manier een voorzetje geven bij een dealer, autobedrijf van joh, dat product of die service, of je moet Maarten of Robert of wie dan ook bellen om dat probleem op te kunnen lossen. Dus daarvoor is het uitermate interessant. Nu hebben we een hele leuke vraag van Gijs Schuurman. Hebben jullie ook voorbeelden van innovaties, hè, en die vraag ik dan aan jou, Jeroen, die daar al breder toegepast worden, maar waar wij nog wat achterlopen in de Benelux? En dat bedoel ik dus niet die ademwagen met die autodrop die 20 meter omhoog gaat en die dan draait. We hebben het al over schaal gehad, en als je ziet wat daarmee ontstaat, is het met name dat bijvoorbeeld AI-producten, als ik even kijk naar innovaties en daarop inzoom, eigenlijk heel snel heel breed worden ontwikkeld. Dus het is, het is bijvoorbeeld AutoChat, is een supermooi product. Dat werkt natuurlijk inderdaad op basis van chat. Maar je ziet bij bijvoorbeeld de Tekion of er waren nog wat andere producten waar dat ook bijvoorbeeld op e-mail werkt of op telefoon. Dus het is, met name daar zie je dat AI wordt toegepast op een veel breder communicatiepakket, zeg maar. En ik denk dat viel me wel op, dat daar wel wat stappen inderdaad gezet zijn. Maar goed, dat is een kwestie van tijd voordat dat hier inderdaad ook gebeurt. Ja. Ik denk aan de andere kant dat de implementatie van van zoiets natuurlijk veel meer voet in aarde heeft voor een dealerschap. En op het moment dat je kijkt naar een product als AutoChat, is dat natuurlijk inderdaad gewoon goed en snel te implementeren en direct ook waarde toevoegend. En dat is natuurlijk met een veel bredere oplossing wat ingewikkelder. Maar dat is een naam op. Ja. Nou, mooi man. Hey, volgend jaar weer? Dat denk ik wel, ja. Ja, we zijn in de fase dat we zeggen, nou, we hoeven geen redenen meer te zoeken om wel te gaan. Maar eigenlijk redenen om niet te gaan. Maar goed, die hebben we nog niet gevonden. Nee, daarom. Ik vind het, weet je wel, het is ontzettend waardevol. Dat de borrel in New Orleans iets goedkoper is dan in Vegas, toch? Of niet? Ik mag er vanuit gaan van wel. En anders weet ik dat we geen borrelhapjes doen. Hè? Nee, precies. En dan staan we maar aan de bar in plaats van een zaaltje achter de bar. Soms moet je ook het leergeld betalen. Maar weet je, het is gewoon toen Johan dat zei van joh, ik moest de borrelhapjes nemen, anders kreeg ik het zaaltje niet. Ja, dat is ook weer typisch Amerikaans, ja. Het is wat het is, hè. Gelukkig wist ik niet van tevoren hoeveel het was. Anders had ik erger gestotterd om partners te vragen dan dat ik normaal gesproken doe. Dan gaan we daar maar vanuit. Hey, dankjewel Jeroen. En voor je partnership natuurlijk en voor je reisgenoot. Genot in die zin. En voordat we naar de laatste gast gaan op dit moment, want misschien dat Johan Lammers nog zo meteen erbij komt en Pieter Tammens, die had een privé omstandigheid waar hij even eerst natuurlijk heen moest. Als je het hebt over buswoorden, als je het hebt over grote woorden die elk jaar voorkomen, dan heb je big data gehad, je hebt customer data platformen gehad, dat was vorig jaar een groot ding bij de NADA. Je hebt social media gehad. Je hebt TikTok gehad. Je hebt digital retailing gehad. En dit jaar was er één woord wat er bovenuit stak. Waar iedereen het over had. En dat was natuurlijk AI. Alsof het
compleet nieuw was. Hè? Dat het compleet zeg maar uit de hemel kwam vallen en opeens hadden we AI. Hè, nu ken ik Maarten al wat langer dan vandaag, die zo meteen komt. En die is er al volgens mij 4-5 jaar mee bezig met zijn bedrijf. En je kunt dan niet over geluk hebben, maar over vooruitstrevendheid en zien waar zeg maar de toekomst heen gaat. Dus Maarten, leuk dat je er bent. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ja, zeker, zeker. Met jou ook. Ja, nee, super. Hey, super. Nee, en ook aan jou natuurlijk de vraag van, jij bent ook mee geweest en we zijn wel vaker met elkaar in Las Vegas geweest. Wat is er bij jou blijven hangen, behalve dan dat AI opeens het nieuwe toverwoord is? Nou ja, het is natuurlijk met naar huis vliegen werd het ook gevraagd van, nou wat neem je mee? Ja, dat wij het juiste product hebben op het juiste moment. Ja, dus dat is wel heel duidelijk en dat was inderdaad het buzzword, dus uiteraard is dat voor ons heel positief. Maar een van de dingen die ik, en ook Gijs die vroeg ook een voorbeeld van innovaties, en daar wil ik wel even op inspelen, maar want wat nieuw was voor mij, is dat ik mensen ging aanspreken van, god, wat doe jij? En ik kwam de term F&I naar voren. I'm an F&I. Ja. F&I. Maar wat doe je dan precies? Nou, dan komt er een uitleg. Ah, oké. Finance and insurance. Maar ik vond het in het begin een beetje gek dat vanuit die hoek kwam. Want ik had totaal iets anders verwacht met software. Ja. Maar het is allemaal F&I. Nou, de volgende stand, wat doen jullie? Oh, weer F&I. Volgende stand, F&I. Het is allemaal F&I, niet te geloven. Ja. Als ik dan nadenk over finance and insurance en ik kijk naar de merkdealers waar wij mee samenwerken, ja, dan merk ik daar niet zoveel van dat een thema is. Terwijl dat heel veel mensen hun auto financieren. En ik ben dan natuurlijk een Nederbelg, dus wij focussen ons ook op België. En daar zie je dat mensen bijna altijd wel een financiering hebben. Naar de bank gaan, weten hoeveel ze kunnen financieren en dan een auto gaan kopen. Nou, en als ik kijk naar de Nederlandse markt, daar heb ik onlangs ben ik op bezoek geweest bij een bedrijf dat heet Blokweg. Die hebben als commerciële label de autofinancier. Ja, dat zit daar vol met telemarketeers die dat continu aan het bellen zijn om autobedrijven te helpen om financieringen te regelen voor de klanten. Op een gegeven moment kwam daar een pan met eten. Ik zeg, oh, is er personeelsfeest of zo? Nee, zeg. We zijn iedere avond tot 9 uur open, geloof ik. Dus om beurten zijn ze daar. Dus dat is iets wat speelt. En als je kijkt dan naar een tip. Ik had een van de sprekers, die had het over F&I. En die zegt, ja, soms komen mensen binnen en zeggen, ik heb zoveel budget. En meer ga ik niet uitgeven. Want ik wil zoveel procent betalen. Hè, daar gaat het meer om. En wat hij deed, en dat vond ik een hele goeie. En dat is eigenlijk heel logisch. Hij zegt, wij vragen altijd bij 3 partijen een akkoord op. Dus wij krijgen de gegevens van de klant en we vragen bij 3 partijen, nou, wat kunnen we doen? En ik laat alle 3 de offertes zien en ik begin met de duurste. En vaak is de goedkoopste duurder dan wat de klant initieel wilde, maar doordat hij alle 3 die offertes ziet, vindt hij het ineens goedkoop. En dan kan ik het ook uitleggen dat het eigenlijk gewoon een hele scherpe offerte is. En dan gaat de klant toch akkoord. Dus dat vind ik wel een leuke. En ik heb zelf ook inspiratie gekregen van wat kun je doen om mensen die eventueel willen financieren of een auto willen verzekeren, om hen ook te helpen. En de dealer dus ook te helpen om daar wat meer marge op te hebben. Nou, ik vind het leuk dat je dat zegt. Ja. Als ik daar even op mag ingaan. En dat is eigenlijk ook, zeg maar, voor Robert eigenlijk wel van you name it. Is zeg maar, wij zijn de afgelopen 2 weken aan het pionieren geweest met Liseesto Doesburg om als mensen vragen om een indicatie van hun inruilprijs. Hè? Een indicatie, als je dan kijkt op Wikipedia wat de betekenis is, is namelijk een aanwijzing. Hè? Een aanwijzing wat de auto waard is. Dat is niet een bedrag €14.000. Mensen bellen erover, hè? Jij belt de klant op en ze willen een indicatie hebben voor een auto. Wat wij nu aan het doen zijn in combinatie met Indicata, is zeg maar van, wij geven, wat jij net ook zei, 2 prijzen. We geven een minimale prijs en een maximale prijs. En de minimale prijs is eigenlijk de handelsprijs. En
wij zeggen dan, nou, de auto is waard 11.131 euro tot en met 14.232 euro. En dat zou je eigenlijk ook in de offerte eigenlijk kwijt moeten kunnen, dat de bandbreedte van die indicatie is dat. En het zal veel eerder naar de lage kant en naar de hoge kant zijn, maar op het moment dat je altijd maar begint met de lage kant om zeker te zijn, verlies je de order al daar. Hè? En dat is een beetje dezelfde mindfuck wat die financiers dan doen, van je wil eigenlijk 400 betalen, maar ze gaan beginnen met 600 en ze komen uit op 450. Is toch 50 euro gewonnen in die zin. En op dat vlak, sales en marketing, kunnen wij nog altijd wel van die Amerikanen leren. Kijk, ik denk dat je wat mij inspireert, en dat is wel iets wat bij mij maalt. Ik ben er al maanden eerlijk gezegd over na aan het denken. In Amerika met het Las Vegas en F&I heeft het alleen maar versterkt. Maar mensen willen een auto gaan kopen. En wat hebben ze? Een inruiler. Dus die inruiler is geld waard. Misschien willen ze nog wat financieren of hebben ze wat cash beschikbaar. Dus dat maakt het totale bedrag wat ze kunnen spenderen. En vaak gaan wij eerst kijken naar welke auto wil jij kopen. En dan gaan we van daaruit werken. Maar als je even gaat omdenken, kun je ook zeggen, nee, wat heb jij te besteden? En hoe wil je dat besteden? Dus je inruiler en wat financiering of je inruiler en wat cash. En dan gaan we van daaruit kijken welke auto daarbij past. En dat is natuurlijk ook dat switchen waar je het net over had. Laten we eerst eens kijken, wat zoek je en wat is je budget? En wij gaan je helpen aan de juiste mobiliteitsoplossing. En dus het omdenken, denk ik dat wij wel wat mee kunnen. Nou, wat me verder opviel met betrekking tot de sprekers. Geen sprekers zoals een Brian Benstock. En dat heb ik wel gemist. Want ik vond eerlijk gezegd, ik heb Brian Benstock voor de eerste keer zien spreken in Las Vegas. En toen was ik vanaf de eerste seconde helemaal geboeid. En ja, die brengt dat zo leuk. En dat had ik niet. Maar wat me wel opviel is een aantal zaken. Anti-elektrisch. Ook al, we gaan met de overheid en we gaan praten en we gaan lobbyen en dat allemaal niet kan. En en ook als je rondrijdt zijn het allemaal gigantische auto's. En ik snap het wel dat ze dus anti-elektrisch zijn. Want dat viel me op. Een ander iets is inderdaad Tekion. Jij noemde het zelf al. En ik vond dat een heel erg interessant bedrijf. Die het supergoed aanpakte. Een alles-in-één software. Inclusief ook chat. Dus ik heb liever dat chat dan nog een los product blijft. Maar wat komt op met bedrijven? Dat is een andere visie. Maar zij hebben als visie, we doen alles in één. Nou, en Pieter van Lauwman die was ook onder de indruk. En zegt dat is eigenlijk too good to be true. En daar ben ik wel heel benieuwd naar. Om dat bedrijf ook eens te volgen. En ik zou iedereen aanbevelen om die website te bezoeken van Tekion. En dus te kijken wat zij nu doen en welke inspiratie je daar vandaan kunt halen. Want ik denk dat we daar de komende jaren veel van kunnen leren. En natuurlijk ook bij de workshops, AI workshops. En eerlijk gezegd, als jij workshops bezocht, was de zaal, als het 50% vol zat, dan was het veel. Bij al die workshops, er waren ook wel heel veel workshops, laten we eerlijk zijn. Maar ging het over AI, dan was het afgeladen vol. Maar niet iedere AI-presentatie was even interessant. En meestal vielen ze zelfs een beetje tegen. Er is een partij, want uiteraard ben ik ook gegaan om inspiratie op te doen. Ja. Kijken wat kunnen wij met AutoChat doen en welke ideeën kunnen wij misschien in Europa implementeren. Ja. Een Gubbegoo had ik wel veel van verwacht. Ik vind dat een heel mooi product qua look and feel. Maar nog heel veel manueel. Dus eigenlijk zie je, het is prachtig, maar het is manueel. Stella AI is weer een andere. En dat vind ik ook eentje die ik zo ook aan zou aanbevelen om eens te bekijken. Stella AI ken ik nog wel van het een soort van car call, maar dan in Amerika. Ja. Maar die nu veel breder zijn gegaan. Die allerlei communicatiekanalen hebben. En dat boeide me wel om eens te kijken van, wij doen enkel de dealer website. Dus dat is ook maar één communicatiekanaal. En om dat eens wat breder te trekken, daar ligt ook onze ambitie. En dat heeft natuurlijk wel, daar hebben we wel inspiratie op kunnen doen in die zin. Dus dat viel mij op bij de workshops. Natuurlijk ook één ding is, als je kijkt, Coldrip had een leuke stand, maar dat was natuurlijk niet super groot. Maar wat dat al kostte. En dan om de hoek heb je Cox. Dat is bij ons gewoon, zou dat een zaal zijn. En dat is gewoon Cox. Nou, ik denk dat dat een miljoen kost om daar 2 dagen te staan. Nee joh, veel meer. Kijk,
Nee, want als je al over die stand loopt, dan denk ik van, ze moeten allemaal ontbijt hebben vandaag. Alleen aan het ontbijt ga ik al failliet die dag, weet je wel. Van, ik denk dat Coldrip in totaal 100.000 euro betaalt voor die paar dagen. In totaliteit, met de tickets erbij. Dat is een veelvoud van Cox, een veelvoud. Ja. Dat is echt, volgend jaar staan ze er gewoon weer. Dus ik vind die markt wel heel interessant. En ik ben blij dat ik geweest ben en ook goede nieuwe contacten kunnen leggen. Met vooral Nederlanders. Dus het is wel grappig dat je soms naar Amerika moet om Nederlanders te ontmoeten. Die je eigenlijk al kent. Maar daar eens een keer echt kunt spreken. Dus dat was superleuk. En dan los van de beurs. En soms in sommige gevallen kom jij ze gewoon tegen op de parkeerplaats, of niet? Ja, zeker. Je hoeft nog ineens naar Amerika te gaan. Ja, nee, dat is waar. Nee, maar dus, ik heb hele leuke contacten opgedaan. En dan even nog los van het zakelijke, vond ik wel een hoogtepunt voor mezelf was, en daar ben ik heel blij omdat we dat gedaan hebben, is de U2-concert te bezoeken in de sfeer. Het zou een reden zijn om naar Las Vegas te gaan. Het was ongelooflijk. Dus het was al bij al, zowel zakelijk als dit soort leuke dingen te doen, fantastische reis. En bedankt dat ik mee mocht. Nou ja, je was je was een fijne gast met ons. Hè? En nogmaals, wij willen geen reisleider zijn. Maar we hadden je er graag bij. Hè? In die zin. En we hebben goed aan onze contact en onze relatie kunnen werken in die zin. Vooral op het persoonlijke vlak. Dus dank daarvoor. We zitten ruim over de tijd heen. Maar goed, Maarten, als laatste ben je vaak degene met de minste tijd. Maar is er nog een uitsmijter die je hebt waarvan je zegt van daar wil ik wel mee afsluiten. Voordat ik Jeroen en Robert die nog steeds in de green room zitten er ook nog even bij vraag. Nou, dan geef ik Jeroen en Robert graag de ruimte. Ik denk dat ik wel genoeg heb gezegd. maar het was in ieder geval leuk om hier even bij te zijn. En nogmaals, ga eens kijken naar zo'n Tekion en Gubagoo en Stella. En interessante zaken en daar gaan we zeker inspiratie uit halen. Ja. En Robert en Jeroen, sluiten jullie je daarbij aan? Ja, zeker. Nou ja, Tekion hadden wij het samen natuurlijk net al even over gehad. En ik had nog één afsluitertje eventjes die mij wel bij was gebleven. Dat was die BMW-dealer die wij bezochten. Het ging natuurlijk een paar keer over schaal. Jeroen noemde dat ook. Jullie hadden het samen ook over. Die dealer is onderdeel van AutoNation. Dat is de nummer 2 in Amerika. En die verkopen rond de 300.000 nieuwe auto's in hun eentje. Mm-hmm. En nieuwe auto's. En rond de 700.000 in totaal met nieuw en gebruik bij elkaar. En dat is natuurlijk de schaal waar je over spreekt. Daar kun je ook zien, daar kan zo'n Tekion op ontwikkelen. Dus dat vind ik wel heel mooi. En dat inspireert me ook wel weer. Maarten is natuurlijk ook in de UK bezig. Maar dat inspireert me ook wel weer om bijvoorbeeld niet alleen op Nederland te focussen, maar toch ook wat Europa breder te gaan kijken. Want ook wij hebben schaal nodig voor deze ontwikkelingen. Eens. Jeroen, heb je daar nog wat aan toe te voegen? We horen je niet. Mute. Even kijken. Ja, we horen je. Lekker, hè? Nee, ja. Over de schaal van die duurzaamheid. Als je kijkt naar die uitreiking van de award aan. Heet ze niet Nancy? Je kon net niet op de naam komen, maar. Rita Kees. Ah, oké, Rita. Het was wat voor een invloed zij dan ook hebben op het maatschappelijke gebeuren in hun gebied. Dus het zijn echt. Het was een hele show, maar ze gedroegen zich ook een beetje als superster. Maar op schaal kan je natuurlijk een hoop doen, inderdaad. Dat bleek vooral daaruit, vond ik. Nou ja, het zijn in de regel de grootste lokale ondernemers. Ja. Onafhankelijke ondernemers in een stad of in een omgeving. En sommigen, dat zag je bij de Time Dealer of the Year, sommigen hebben het hele alfabet aan merken. Sommigen hebben dan maar één merk, maar sommigen hebben gewoon het hele alfabet. Dus dat was wel fascinerend. Maar de andere kant is ook wel weer dat je op schaal natuurlijk dingen goed kan verknallen. Want ik weet dat voor mij was dat Glenn Pesch. Die iets zei over het verwijderen van obstakels eigenlijk op je website. Hè? Dus zorgen dat die klant eigenlijk goed door je website heen geleid wordt. Nou, dat is natuurlijk ook voor ons dan altijd weer even dat je weer even een keer gaat kijken. Maar dat valt me wel enorm op aan die Amerikanen. Als je het hebt over obstakels op de website, ze weten daar wel echt chaos te creëren. Op zowel de websites als ook in heel veel tooling. Tekion en bedrijfsnetwerk uitgezonderd. Die hebben het gewoon clean en mooi voor elkaar. Maar ze zijn wel sterk om heel veel data eigenlijk naar die partijen toe te spugen.
En de verkoper of degene die daarmee moet werken, die moet maar zien wat hij ermee doet. Nou ja, op één VDP-pagina 11 call to actions plaatsen heeft natuurlijk ook nog geen zin. Dus echt idioot. Maar goed, heren, dankjewel. We zijn ruim een uur live bezig geweest om te praten over de NDA Insights. Dankjewel aan Maarten, Robert en Jeroen voor het blijven hangen in de green room. Natuurlijk dank aan Rolf en aan Rico, die er al niet meer bij waren, maar daar natuurlijk ook toe genegen zijn. Dank daarvoor allemaal. Natuurlijk over een aantal weken weer een nieuwe LinkedIn Live op de vrijdagmiddag. Zoals jullie weten doe ik niet meer elke week de podcast. Dat heb ik 4,5 jaar gedaan, elke week. Maar op een gegeven moment hebben we, en dan pak ik Michel van Rome even als voorbeeld, hebben we Michel van Rome al 5 keer gehad. Hè, dat houdt ook een keer op in die zin. Dus dat doen we 1 keer in de 4 weken. Nou, natuurlijk Stephanie met de Powervrouwen. 1 keer in de 4 weken. En dan de Mob Talk met Rolf. Ook 1 keer in de 4 weken. En dan als laatste 1 keer in de 4 weken de LinkedIn Live. En dan hebben we de maand weer vol. Dus over een aantal weken, 4 weken, weer een nieuwe LinkedIn Live. Fijn weekend en tot de volgende keer. Oh ja, en meld je natuurlijk aan voor ons DCD-event. Anders wordt Hugo boos. Dankjewel allemaal.